Ja, zeker. Fantastisch middag. Ik denk dat we goed voetballen. We zijn op de goede weg. Goede overwinning en dik verdiend. Drie doelpunten. Ja, fantastische middag voor jou. Ja, zeker. Fantastisch middag. Dus ik heb er goed naar gepankt. Alle kansen krijgen, dan maak ik gewoon af. Dus ook als een ploeg, gewoon, we hadden zo drie punten nodig. Dus als mijzelf drie goals, dan is het geweldig. Hoe moeilijk was deze wedstrijd voor Berkem? Ja, het was wel moeilijk. Het is gewoon, was het te warm. Hè? En je komt in de wedstrijd. Dus. Maar gelukkig, wij beginnen goed. We maken twee goals. Echt goede goals. En voor de rust, wij krijgen één doelpunt tegen. Ja, dan wordt het nog last. Dus. Ja, na tweede helft komen we terug. Wij krijgen nog doelpunten tegen. Ja, dat wordt een nog moeilijke wedstrijd. Zo tegen Sneekerwit, waar ze voetballen niet. Maar ze voetbal gewoon puur hard werken. Dus wij voetballen wel beter dan hun. Maar ze kijken naar counter. Dus dat was moeilijk. 12 doelpunten. Ik ben pas na de winterstop gekomen. Ik denk dat er hier wel een contract klaar ligt om te tekenen. Ja, normaal wel. Ja, maar ik weet nog niet als je blijf. Dus maar ik ga vanaf als je blijf. Gewoon. Het is gewoon een geweldige club Berkom. Dus ik kan goed met die mensen omgaan. Dus is geen probleem. 3-2 winst op Owen en Sneek. Een wedstrijd waar heel veel spanning op zat. Ja, zeker. Ik denk het was zwaar weer. Lastig veld, stroef veld. En grote belangen voor beide ploegen zijn nog om omhoog te kijken. En wij moeten natuurlijk naar beneden kijken. Dus ik denk dat er daardoor veel spanning op deze wedstrijd zat. Even het scoreverloop. Jullie beginnen goed, komen met 2-0 voor. Dan vlak voor rust weer die aansluitingstreffer. Toesloopt er angst in de ploeg. Ja, zeker. Ik denk dat we goed voetballen. Eerste half uur komen 2-0 voor. Twee goede goals van Kasim. En op een gegeven moment dan krijg je nog vlak voor rust, denk ik, in de blessuretijd de 2-1 tegen. En dan zie je inderdaad dat er angst in de ploeg sluipt van het zal ons er niet gebeuren dat we hier 2-0 voor staan en nog uit handen geven. Ja, dan zie je dat de 2-2 ook nog valt in de tweede helft. Dan krijg je het heel lastig. Met Kasim Bishimana hebben jullie een goudraantje in de ploeg. Ja, echt een goaltjesdief. Hij loopt meer dan 1-op-1, denk ik. Dus dat is ongelooflijk. En hij maakt elke bal af die hij krijgt. Dus fantastisch. 3-2 winst, zwaar bevochten, maar Berkem veilig. Nou, nog niet voor de PD-wedstrijden. En daar willen we eigenlijk ook liever niet in gaan spelen. Maar we zijn op de goede weg, goede overwinning en dik verdiend. Wedstrijd waar heel veel spanning op stond, vooral na rust. Hoe onderga je dat op de bank? Nou ja, je probeert natuurlijk altijd als trainer rustig te blijven en te analyseren. Niet altijd makkelijk, maar hebben we wel gedaan. We hebben ook een begeleidingsstaf voor uiteraard. Maar ik vind vooral een knappe prestatie van de jongens als je op een mentaal heel slecht moment op 2-1 komt. En Matthijs die in de fout gaat, wat kan gebeuren uiteraard bij een keeper en zich dan zo herpakt. En niet alleen Matthijs, maar ook de rest van de spelers. Vind ik al een compliment waard. Maar ook nog hoe ze daarna om zijn gegaan met en het missen van kansen, maar ook het creëren van kansen. En uiteindelijk gewoon dik verdiende goal gemaakt. ONS Sneek heeft een van de minst gepasseerde verdedigingen. Als je dan met name de eerste helft en een groot gedeelte van de tweede helft ziet hoe je de kansen creëert, dan zit je toch te genieten als trainer. Ja, maar dat is eigenlijk nooit het probleem geweest bij ons, het creëren van kansen. Je weet hoeveel blessuregevallen we dit seizoen hebben gehad. En ook in die wedstrijden waarin we heel veel mutaties hebben gehad, of moeten toepassen, heb je toch ook gezien dat we in die wedstrijden veel kansen kunnen creëren. We hebben het altijd goed staan, vinden we zelf als begeleiding. En we geven veel dingen aan qua loopacties en positiespel. En dat betaalt zich ten alle tijde uit. Alleen het is dan wel vervelend als er dan niet gescoord wordt. En vandaag hebben we 3 gemaakt, maar 6-7 had ook gekund. En de komst van Kasim Bishimana in de winterstop. Ik vind het al met al geweldig dat hij is gekomen. En ook de samenwerking met Arjen Westrik en met name Chris van der Meulen. Kijk, je kunt van Chris ook van alles roepen, maar die is bij iedere call een beetje betrokken. Die is hartstikke gevaarlijk, veel dreiging. En als je ziet hoe hij omgaat met het niet scoren van hemzelf en de kans gunt aan Kasim, dat zegt al genoeg over deze ploeg.